Welkom bij deze Hatha Yoga les, de 13e les alweer. Ik neem jullie mee in een fijne les. Geniet ervan. Kom rustig liggen in een voor jou ontspannen houding. En dan neem ik jullie mee naar een visualisatie. Ontspannen op het strand. En doe je ogen rustig dicht. Wees heel stil en stel je voor dat je op je rug op het strand ligt. Voel het warme zand onder je lijf. Je kunt de golven van de zee horen. Je gaat heel rustig elk deel van jouw lichaam ontspannen. Begin maar met je voeten. Voel je voeten. Laat je tenen maar helemaal ontspannen en zacht worden. Ga langzaam met je aandacht via je enkels naar je onderbenen, naar je knieën en je bovenbenen. En span je benen maar even zachtjes aan en ontspan ze maar weer. Laat zachtjes alle spanning los. Voel alle spanning uit je benen wegvloeien en laat ze zacht en ontspannen worden. Adem dan rustig in en ga via je bekken naar je buik. En voel dan even jouw hara-punt en adem aandachtig door dit punt. 3 dwarsvingers onder je navel in de diepte van je bekken. Ontspan je organen en al je spieren in je buik en onderrug en adem door hara. Trek nu je rug en kijk of je recht ligt. Adem vanaf je stuit naar het puntje van je nekwervel. Laat alle spanning die je voelt in je bovenrug maar los. En voel hoe je rug wegzinkt in het zand. Laat ook je borstkas los. Ontspan je borst. En ga even met aandacht naar je hart. Hier zit de verblijfplaats van je ware zelf. Hier zit de liefde voor jezelf. Ga rustig en aandachtig met je aandacht naar je handen. En laat zo je handen zacht worden. Ontspan je vingers. En adem rustig in en ga met volle aandacht via je polsen naar je onderarmen. En via je ellebogen naar je bovenarmen en je schouders. Span ze maar rustig aan. En laat op een uitademing alle spanning los. Laat je maar zachtjes wegzinken in het zand. Hoor de golven nog op de achtergrond. En wees zo met alle aandacht bij het zacht en ontspannen worden. En ga dan via je hals en je nek naar je hoofd. En laat ook je hoofd helemaal ontspannen. Ontspan je gezicht. En ontspan je ogen. Door ze gesloten te houden, maar op een inademing ze even omhoog te rollen. En op een uitademing helemaal naar beneden te rollen. Doe dit 3 keer en merk de diepe ontspanning.
Ontspan dan ook je oren, je neus, je wangen, je mond, je kaken, je voorhoofd. Word maar helemaal stil en ontspannen. Voel de warme zon op je gezicht en op je lijf. Terwijl je zo ontspannen wegzinkt in het zijde zachte zand. En blijf maar even zo een poosje liggen genieten van dat volkomen ontspannen gevoel. En affirmeer: ik ben kalm en vredig. Ik ben kalm en vredig. En dan laat je zo heel rustig het strand voor wat het is een beetje weer dat je op je matje ligt. Voel je ontspannen lichaam. En zo maak je je lichaam rustig wakker en kom je weer helemaal in de ruimte waarin je ligt. Beweeg je tenen, je vingers en als jij er aan toe bent, kom je rustig zitten. En kom dan zitten met een rechte rug. Voel je stuit tot weer in dat puntje van je nek. Voel de wervels zo op elkaar. En dan adem je heel rustig in. En op een uitademing breng je de kin naar de borst en voel zo de strekking aan de achterkant van de nek. Dan adem je rustig in en dan breng je zo heel rustig je hoofd iets naar rechts, zodat je rechteroor richting die rechter schouder komt. En adem je rustig in en dan rol je via het midden naar de andere kant en komt je linkeroor richting die linkerschouder. En voel zo maar die strekking in die grote halsspier, trapeziespier. En adem je rustig in en je komt weer met de kin op de borst. Breng je hoofd dan weer in het midden. En duw je kin dan omhoog en voel zo die strekking in de hals. En adem je rustig in, je komt in met je hoofd in het midden. En breng dan je hoofd naar rechts. En kijk maar met je ogen iets over je schouder. En focus je dan met je ogen weer in het midden.
focus je dan met je ogen zo links naar de grond. En zo weer met je ogen in het midden. En adem je rustig in, je brengt je hoofd in het midden. En op een uitademing je hoofd naar links. Kijk weer over je schouder. Kijk dan voor je schouder. Kijk weer in het midden. Adem in, kom weer met je hoofd in het midden. Voel zo misschien nog wat spanning in de nek. En adem dat maar rustig uit. Breng de aandacht naar je armen en je handen en adem in en breng ze maar omhoog. En maak jezelf zomaar lang. En probeer dan links wat langer te maken, rechts wat langer te maken en zo bij jezelf steeds wat hoger op te komen. En wat ruimte tussen die wervels te creëren. En dan adem je rustig in. En dan breng je je lichaam naar rechts. Adem rustig in naar het midden. En adem uit je lichaam naar links. In weer rustig in het midden. En breng zo die vingertoppen tegen elkaar aan, je schouders laag. En voel maar even, als je dat doet, wat er gebeurt in die schouders en de nek. En breng je handpalmen tegen elkaar aan. En breng je heel langzaam je handen voor de borst. Breng je ellebogen bij elkaar en breng ze maar omhoog. Voel maar wat er gebeurt. Dan breng je je armen iets uit elkaar. En dan breng je zo je handen richting die schouders. En trek dan die elleboog maar omhoog langs je oren. Je strekt je rug nu helemaal op. En adem in die opgestrekte rug. En adem je rustig in, breng dan je handen aan de achterkant van je nek en breng je lichaam maar wat naar rechts. Klein stukje open je linkerflank. Inademend kom je in het midden en uitademend breng je jezelf naar links. Inademend kom je terug in het midden. En dan breng je langzaam je handen weer naar beneden. En rol dan zo maar even met je schouders. Je armen even lekker mee. Misschien je nek nog even mee. Kijk of het goed voelt voor je. Dat is in ieder geval lekker warm. Je ademt rustig in. En dan breng je je voeten naar één kant van je lichaam. En dan duw je jezelf omhoog. Zet zo die handen maar onder die schouders, je tenen in de mat. En breng je lichaam maar wat naar achteren, zodat je die voetzolen eventjes uitstrekt. Voel dat maar. Dan adem je rustig in en breng jezelf dan op de hurken. En voel dan even hoe dat voelt en dat de adem geen weg geeft naar de buik, maar dat hij naar het zitvlak en de flanken gaat. Dan adem je rustig in, je strekt je benen uit. Voel dan die strekking aan de achterkant van jouw been. Dan adem je rustig in, je brengt je handen zo over je benen. En maak een rechte rug. En zo kom je rustig staan.
En kom dan in zo'n goede positie. En dat betekent eigenlijk dat je je gewicht verdeelt over je beide voeten. En voel dat ook. Voel dat ook dat je je gewicht verdeelt. Misschien wil je nog even zo lekker op die voeten balanceren, zodat je even lekker goed kunt aarden. Die voetzolen even goed triggeren. En ook zo langs die zijkant. En dan laat je je voeten staan. Verdeel je gewicht ook over het midden van je voeten. En dan beginnen we met de berg. Dus dat betekent een vast punt voor je. Focus je op dat vaste punt. Dan adem je rustig in. Trek die knieschijven maar wat omhoog en span je benen aan. Je bovenlichaam is ontspannen. Je benen zijn aangespannen. En zo ontspan je je schouder. Adem je rustig in en op een uitademing laat je langzaam de spanning weer los. En dan voel je even hoe je staat. En zo kun je 's morgens jezelf heel goed aarden. Ik aard mezelf altijd, ik sta ook voor de klas op het mbo, voordat de leerlingen allemaal die klas in komen, even zo heel bewust ademend naar mijn voeten. Even aanspannen, ontspannen en zijn. En dat maakt dat ik veel meer bij mezelf kan blijven. Aarden is belangrijk, dus aard jezelf. We gaan naar de zijwaartse beenhef. Dat betekent mijn linkerarm is langs mijn linkerbeen en die blijft ook zo. En we proberen deze kant van het lichaam recht te houden. Je rechterhand is met de rug van de hand op de bil. Dan adem je rustig in en je brengt je gewicht op je linkervoet. Focus op een vast punt voor je. Probeer recht te blijven staan met je lichaam en probeer je been maar opzij te doen. En het maakt niet uit hoe ver je het doet, als je maar probeert niet met dat lichaam mee te gaan. Dus probeer recht te staan en alleen je been opzij te doen. Zo. Adem je rustig door en focus bij jezelf. En dan merk je wel dat je als je zo moet balanceren en proberen recht te staan, dat dat best wel intensief is voor je standbeen. En adem je rustig in en je zet zo je voet weer neer en je verdeelt je gewicht. En voel dan nu even dat verschil tussen je rechterbeen en je linkerbeen. Mijn rechterbeen die voelt wat zwaarder of wat lomper aan. En misschien voel jij wel wat anders of niets. En ook dat is oké. Okay. Dan adem je rustig in en nu breng je je gewicht op je rechterbeen. Je rechterarm is langs je lichaam. Je linkerarm is met de rug van de hand op je linkerbil. Dan adem je rustig in en breng je linkerbeen maar opzij. Focus je op dat vaste punt en blijf met je lichaam recht. Adem in de buik. En adem je rustig in en je brengt je been langzaam weer terug en je verdeelt zo je gewicht. En voel maar of je nu weer gelijk bent, zo, of het weer gelijk voelt. Dan zet je je benen in een wat grotere spreidstand. En we hebben er wel eens die zijwaartse buiging gedaan naar achteren. En nu brengen we hem omhoog. Zorg daarbij dat die armen op één schouder breedte blijven. Dus dat die zeg maar zo in één lengte blijven. Of ik nou omhoog ga, die armen gaan tegelijk mee. Dus ik ga niet één arm hoger doen en de andere arm lager. Dus sta goed op die standvoeten. Voel je voeten goed. Je knieën zijn ietsjes licht gebogen en je schouders zijn laag.
Je ademt in en je brengt je arm op schouderhoogte. Dan kijk je naar je rechterhand en kijk maar over die middelvinger heen. Dat is je drishti, jouw focuspunt. Dan adem je rustig in en je brengt je rechterarm omhoog en je linkerarm komt evenredig mee. Je kunt zo bij jezelf kijken of je één lijn bent van je lichaam. En op elke uitademing kun je misschien nog een stukje verder omhoog en nog een stukje verder zakken. En adem je rustig in, je brengt jezelf weer langzaam terug. Zak weer met die schouders, ontspannen. En adem je rustig in, je hoofd in het midden. Dan adem je rustig in, je kijkt naar je linkerarm. Focus weer op dat vaste punt voor je. Adem in en je linkerarm komt omhoog, je rechter komt naar beneden. Je knieën zijn nog steeds lichtgebogen. En jij bent één lijn met je lichaam. Dat kun je misschien proberen te zien zo bij jezelf. En adem zo rustig door. Misschien kun je dan op elke uitademing toch nog een stukje dieper in de houding. En adem je rustig in en je brengt jezelf langzaam terug. Breng je hoofd maar weer in het midden. En laat dan lekker die armen zakken. En dat voelt fijn. Al die spanning gaat uit die schouders weg. En rol dan zo even met die schouders. En schud even uit. En zo kun je voelen waar de werking het grootst is. En dat is met name zo bij die schouders, bij de schouderkom, dat kun je voelen. Ik zeg altijd, hier krijg je mooie schouders van. Dus mooi voor in het voorjaar en de zomer als we de hemdjes weer aan doen. De volgende houding wordt de halve maan achterwaarts. Dus breng die benen maar weer in een wat smallere positie. De knieën zijn licht gebogen. Je ademt in en je brengt je armen omhoog. Strengel die duimen ineen, die handpalmen tegen elkaar aan. Dan adem je volledig in van onder in de buik tot helemaal boven in die longtoppen. Maak jezelf nog wat langer. Rek die wervels uit elkaar en adem uit. Kom weer zakken met die schouders. Dan adem je rustig in. Dan duw je je bekken naar voren en je lichaam naar achteren. En kom zo in die halve maan achterwaarts. Kijk zo op het plafond of misschien zelfs naar je handen toe. En we hebben met die chakra die uitleiding gedaan. Dus probeer dat je zo meteen terugkomt die uitleiding vast te houden. Dus kom rustig terug. Breng zo die handen in een rechte lijn voor je. Maak je weer lang en adem in en op een uitademing laat je je armen zakken. Misschien wil je nu weer even met je schouders zo rollen met je benen. En kun je zo navoelen. Halve maan achterwaarts die de hele voorkant van het lichaam uitstrekt. Die jouw voorkant van je lichaam ruimte geeft. En die ruimte kun je zo voelen als je navelt. En de volgende houding is een... Is de neerwaartse hond. Ik kwam er even niet op, maar we komen aan het begin van de mat. Zodat je mat voor je hebt liggen. En adem je rustig in. Je brengt je handen over je benen. Je zet je handen voor je voeten neer. En dan loop je net ietsjes voorbij je schouders.
Zet zo goed die handen neer, zet je tenen neer. En dan breng je gewicht op je handen. Je bent op je tenen, je ademt in en je brengt jezelf tussen die armen door richting die knieën. Die knieën buigen iets. Je tuwt, je staart wordt je omhoog. Je navel naar je ruggengraat en zo kom je in die neerwaartse hond. En kom zo maar bij jezelf. Adem rustig in en uit. Laat de spanning die je misschien voelt of de weerstand maar rustig los. En adem je rustig in, je brengt je gewicht weer wat op die handen. Je zet je knieën neer, je legt je tenen neer. En zo kom je in die gebedshouding. Kom rustig bij jezelf en laat je maar helemaal gaan aan de ontspanning die je nu mag voelen. En in de yoga hebben we het over Brahman. Voor de ultieme onveranderlijke werkelijkheid. Deze uitzicht in zuiver zijn en bewustzijn. Het is dat wat op zichzelf is. Dus zie, deze wereld is Brahman. Ontspringend aan Brahman. Terugkeren tot Brahman. Ademen in Brahman. Dus wees zo in jouw zuivere zijn, je zuivere bewustzijn. Het is dat wat op zichzelf is. Ultieme, onveranderlijke werkelijkheid. Brahman. Dan adem je rustig in en dan breng je jezelf langzaam terug omhoog. Dan kruis je je benen achter je en kom je zo zitten in een kleermaker zit als jou dat lukt. Of in halve lotus met één voet zo wat omhoog. En dan kom je zitten in Padmasana, de kleermaker zit of halve lotus, wat voor jou makkelijk is. En zo kom je met ontspannen schouders. Dan gaan we de zittende berg doen. En ik zeg altijd, een berg is eigenlijk heel krachtig en stabiel. Wat voor weer er ook om die berg is, de berg is er gewoon. Het maakt niet uit wat voorbij komt. En zo kun je je eigen stabiele basis ook zien. Jouw harapunt, die drie dwarsvingers in de diepte van je bekken, zo onder je navel. Dat is jouw basis. En als je zo zit, is dit de basis van de berg. Het maakt niet uit wat hierboven gebeurt. Jouw basis is er. En dat vind ik eigenlijk wel een hele metafoor voor deze houding. Dus je ademt rustig in en je brengt je armen omhoog. En breng die vingertoppen maar tegen elkaar aan. En dan adem je rustig in, schouders zijn laag. En je ademt rustig uit. En wees zo in jouw centrum, in jouw harapunt. Adem in dat harapunt, in en uit.
En adem je rustig in. En op een uitademing breng je je handen terug. En breng ze maar even in Jana Mudra. De duim en de wijsvinger bij elkaar, je drie andere vingers gestrekt. Dit is het teken van het weten. Jouw weten is verbonden met het universele weten. Dus wees zo even in het weten. Laat je heel rustig je adem weer gaan en je komt helemaal bij jezelf. En de berg is een goede oefening voor de rug en de schouders. Stijve schouders verdwijnen, de bloedsomloop in de schouders wordt bevorderd en ze worden bewegelijker, evenals de borstkas, wat de adem meer ruimte geeft. Vooral vermindert de zittende berg het volume van de buik die zijn platheid en strakheid terugkrijgt. Dan adem je rustig in en je strekt je benen uit. En we gaan naar de tang, dat is eigenlijk die vooroverbuiging. Luister daarbij heel erg goed naar je onderrug, want je kunt sneller iets forceren en dat zou jammer zijn. Dus je ademt rustig in en je brengt je armen omhoog. En als we zo naar voren gaan, houden we lengte in de borst. En dat betekent dat we naar voren blijven kijken. Je ademt in en op een uitademing kom je rustig naar voren. Blijf naar voren kijken en voel maar even die strekking aan de achterkant van de benen. En adem rustig die strekking maar uit. Ontspan. Dan adem je heel rustig in. En op een uitademing breng je langzaam je hoofd tussen je armen door richting die knieën. En laat die zwaartekracht maar het werk doen. De adem die heeft geen ruimte in de buik. Voel maar wat er gebeurt als jij zo in die voorovergebuigde houding zit. En dan adem je rustig in, je komt langzaam terug met je handen over je benen. En als we zo op je bovenbenen zijn, recht je je rug, je kin gaat op de borst. Je ademt in en op een uitademing kom je zo heel rustig weer terug. En zo kom je even bij jezelf en na die tang vind ik het altijd fijn om mezelf even uit te strekken. En om zo even die rekking van mijn lichaam te voelen. En adem je rustig in je armen. Komen weer loodrecht op het lichaam. En op een uitademing leg je ze langzaam neer. En voel dan maar even hoe dat voelt. En de volgende houding die wij gaan doen is de embryo. Dus luister goed, want vanuit deze lichtpositie gaan we dat doen. Je ademt rustig in en je brengt de voeten op de plaats van de knieën.
Dan breng je de knieën op de borst en je brengt je armen eromheen. Dan adem je rustig in en op een uitademing breng je je lichaam naar links. Je linker elleboog raakt de grond en je laat zo zachtjes je knieën naar beneden gaan. En je linkerhand houdt die knie op de borst. Je legt je linkerwang op je linkerbovenarm en je maakt jezelf klein. Maak je maar zo klein mogelijk. Dan adem je in, je brengt je hoofd weer op de mat. Dan leg je je bovenste arm, dus je rechterarm, voor je gezicht met de rug van de hand op de grond. Met deze arm gaan we nu een halve maan beschrijven boven onze hoofd en open met de schouder. Dus je ademt rustig in en je opent jezelf. Open die schouder. En adem zo rustig in die geopende schouder. Dan adem je rustig in en je brengt die arm weer over de grond terug. Je hoofd komt weer op je linkerbovenarm en je maakt jezelf weer klein. En adem je rustig in en je brengt jezelf zo op je rug terug. En draai ik me even om, zodat jullie het ook van deze kant makkelijker kunnen zien. En adem je rustig in en je brengt jezelf nu op je rechterkant. Je rechter elleboog geraakt als eerste de grond en je laat zo je benen zakken. Je rechterhand pakt zo die knieën wat bij elkaar en je legt je hoofd op je rechterbovenarm. Je maakt jezelf klein. En voel maar hoe dat voelt als jij jezelf zo klein maakt. De ineengedoken houding bevordert de gezonde werking van de geslachtsorganen, de spijsvertering en de longen die tegen de dijen gedrukt zijn. Dan breng je je hoofd weer op de mat. Je legt je linkerarm voor je gezicht met de rug van de hand op de grond. Dan open je je schouder door hem over de grond naar de andere kant te brengen. En adem zo in die geopende schouder en de weerstand die je voelt. Adem het maar rustig uit. En het draaien van de schouders maakt deze los en soepel en de ruggengraat sterk en elastisch. De zenuwcentra die het hart en de ademhalingsorganen beïnvloeden worden gestimuleerd. Adem zo rustig door. En dan breng je langzaam die arm weer terug. Maak jezelf maar weer klein. Adem je rustig in en dan breng je jezelf weer langzaam terug. Zet dan rustig je voeten weer neer en strek je lichaam maar uit.
Voel maar even hoe dat zo voelt. Dan adem je rustig in. Je brengt je armen loodrecht op het lichaam. Of je handen onder je onderrug. En je trekt of je duwt jezelf omhoog. En duw jezelf dan op je knieën en kom dan weer naar het begin van de mat. Want we gaan de hele springhaan. Je ademt rustig in en je komt vanuit de gebedshouding naar de kameel naar buiten. Dus doe eerst de gebedshouding. Adem dan rustig in. Breng je billen omhoog en kom maar in de kameel. Leg je armen weer neer, je benen zijn in een hoek van 90 graden. En je zakt even door met die bovenrug. Dan laat je je armen staan, je ademt rustig in en je brengt jezelf zo weer naar voren. En je bovenlichaam komt helemaal op de grond. Strek dan je armen naar voren uit en je voorhoofd komt op de mat. We gaan naar de hele springhaan. Je ademt rustig in en je brengt je armen omhoog, je benen omhoog. En je maakt jezelf helemaal lang. Adem zo rustig door. Adem je rustig in en op een uitademing leg je je armen weer neer. Leg ze maar over elkaar en leg je voorhoofd maar op je handen neer. En ontspan zo je rug, je billen, je schouders. Laat je maar even helemaal zijn in deze buik liggen. Adem zo rustig en diep door en ontspan. Dan adem je rustig in en dan breng je je handen weer op een borsthoogte. Je brengt jezelf dan rustig omhoog. Breng dan je benen weer naar één kant. Kom zitten en strek je benen uit en kom weer naar het eind van de mat. De houding die we nu gaan doen is de ploeg, waarbij we zeg maar met die benen naar achteren gaan. En ons eigenlijk die tang die we net naar voren deden, doen we nu naar achteren. Dus je ademt rustig in en je brengt jezelf op je rug. Dan adem je rustig in en dan breng je je benen omhoog, je billen omhoog. En breng je zo je gewicht een beetje op je handen. En laat je je benen naar achteren gaan. Kijk maar even hoe het voelt zo in die zwaartekracht. Dan adem je rustig in en dan hou je je benen gestrekt, maar je duwt je billen zo boven je schouders. Zorg dat die benen gestrekt blijven. En als je wil mag je die handen meenemen en leg je die zo naast je benen neer. En adem zo in de ploeg. Wees zo bij jezelf in deze houding. Adem je rustig in en dan breng je jezelf langzaam weer terug. Rol zo die wervels, wervel voor wervel, weer naar beneden. Voel dat je rug weer contact maakt met de grond. Neem dan een nieuwe inademing en op een uitademing laat je langzaam en gecontroleerd die benen naar beneden gaan.
Adem je rustig in, breng je armen loodrecht op het lichaam en leg die maar naast je lichaam neer. En voel dan zo de ploeg maar na. Door de rekking van de ruggenwervels wordt de rug soepel en de doorbloeding bevorderd. De buik wordt samengetrokken, wat een natuurlijke massage van de buikorganen veroorzaakt. En vooral de hartstreek wordt rijkelijk van bloed voorzien, doordat het bloed vrij naar beneden kan stromen door de druk van de kin op de borst zich rond het hart verzamelt. Klierwerking en hormonale afscheiding worden gunstig beïnvloed en er ontstaat een gevolg van ontspannenheid en verhoogde vitaliteit. En het kan best zijn dat je wat buikpijn krijgt van deze ploeg. Ik weet wel dat toen ik aan yoga begon, dat het bij mij enorm zeer deed in mijn buik tot aan de tranen over mijn wangen. Maar ik had ook wat verklevingen. En dat was ook niet zo heel gek, maar nu kan ik deze oefening zonder problemen doen. En kan ik gewoon doorademen in mijn buik en doet het ook geen pijn meer. En de laatste oefening van vandaag is de moeder van alle oefeningen. Zij zorgt voor alles in jouw lichaam. Alle spieren, bloedvaten, weefsel, eigenlijk alles wat er in jouw lichaam zit. En het hele mechanisme, het hormonaal stelsel, alles komt in evenwicht door deze omgekeerde houding. Je ademt rustig in en op een uitademing breng je je beide benen omhoog. Breng je je ellebogen wat dichter bij je lichaam, je handen onder je heupen en breng je gewicht terug op je handen. En zo kom je in die omgekeerde houding. En adem zo rustig door. Helemaal bij jezelf. En weet dat deze oefening goed voor je is. En goed voor jou zorgt als een moeder voor haar gezin. Je kunt er, zoals ik nu ook, de plank van maken. Je handen wat hoger op de plank, je liezen wat meer oprichten. Je tenen nog wat hoger. Dan adem je rustig in, je brengt je benen naar achteren. Je armen achter je lichaam op de grond. En zo laat je je rustig zakken op die uitademing. En laat heel rustig op een nieuwe uitademing die benen weer zakken, zodat je die buik moet laten werken. En zo kom jij in die Savasana, in die lijkhouding. Je handen zijn met de rug van de hand op de grond, de palmen omhoog. Je kin is iets in, je nek is lang en je voeten vallen naar buiten. En in deze houding hoef jij alleen maar je gezicht te ontspannen en je adem gewaar te zijn. Alleen maar bewust zijn. Alleen maar de adem. Alleen maar Brahman. Wees in Brahman op dit moment. En terwijl je zo rustig bij jezelf komt, mag je in deze houding blijven liggen voor de eindmeditatie. En je mag ook een houding aannemen die voor jou goed voelt,
om de eindmeditatie, de berg in jou, te volgen. Misschien wil je het jezelf gemakkelijk maken door een dekentje over te doen of je te laten ondersteunen door een kussentje. Kom in ieder geval helemaal bij jezelf. Maak de buitenwereld maar kleiner en jouw binnenwereld groter. Word je helemaal bewust van je eigen ruimte. En als je deze meditatie liever zittend doet, dan mag natuurlijk ook altijd. Maar zorg dat je niet wordt gehinderd door spanning in je lichaam. Zodat jij je helemaal kunt overgeven aan je binnenwereld. En volg je adem maar in zijn op een natuurlijke ritme. Er is een inademing en een uitademing. En jij kijkt. Je hoeft niets aan je adem te veranderen. De adem is er gewoon. En maak maar contact met de aarde onder je. En laat de energie van de aarde maar je lichaam instromen. En geef op een uitademing alles terug aan de aarde wat je niet meer dient, wat niet meer bij je hoort of niet meer bij je past. Geef het maar terug aan de aarde. De berg in jou. Bergen zijn imposante verschijningen, met name door hun grootte en hoogte kunnen ze indruk op je maken. Maar ook een relatief kleine berg kan een onweerstaanbare aantrekkingskracht op jou uitoefenen. Misschien heb jij ook bij het zien van een berg dat je er naartoe wilt. En hem wilt bedwingen. De bergen zijn niet voor niets een fijne vakantiebestemming. Een berg heeft impact, maakt indruk door zijn majestueuze stilte. De roerloosheid en de rust die de berg uitstraalt kunnen ontzagwekkend zijn. Het lijkt alsof de berg er altijd was en er altijd zal zijn. Wat er ook gebeurt, de berg is er gewoon. Hij is sterk, stabiel en onveranderlijk. En dat is het aspect dat van een berg een magische magneet maakt. Hij brengt je op een dieper niveau in contact met jouw essentie. De berg doet je realiseren dat jij in essentie stil, roerloos en onveranderlijk bent. Hij brengt je in contact met je ware zelf. Breng je aandacht dan bij je kruin. En laat via je kruin op elke inademing een bundel van zacht wit licht je lichaam binnenstromen. En laat dit licht maar jouw lichaam doordringen. En laat dat licht maar naar je basischakra gaan, je perineum.
en adem via je basischakra aanwezigheid in. Je hele aandacht is bij je basis, de basis van de berg. En laat dan nu hier naar een berg verschijnen. Jij zit boven op deze berg. Je hebt een prachtig uitzicht. De berg is groot en solide. Je voelt de draagkracht van deze berg. De berg geeft jou stabiliteit en energie. Voel hoe je met de berg verbonden bent. Zak langzaam in de berg en voel je hoe roerloos, stil en sterk hij is. Jij voelt de essentie van de berg. Je voelt dat ook jij solide, roerloos en stil bent. Jij en de berg zijn één. Voel dat maar. Jij en de berg zijn één. En adem je 3 keer dankbaarheid in en uit. Dankbaar voor jouw soliditeit. Dankbaar voor jouw roerloosheid. En dankbaar voor de stilte in jou. Neem zo even rustig de tijd om dankbaar te zijn en in en uit te ademen. En als jij eraan toe bent, neem je heel rustig en aandachtig met een beetje wat beweging in je lichaam. Je schouders, je tenen, je voeten, je handen. En misschien wil je zo even lekker je handen tegen elkaar aan wrijven, zodat je die warmte voelt tussen je handen. En dan leg je zo heel rustig je handen op je gezicht. En voel zo de warmte en de energie. En dan zeg ik namaste voor een fijne week. Neem de energie met je mee. Wees pranam.